En even kijken, heb ik het goed, meneer Van Orso. Zeg ik het goed? Meneer Van Orso? Goeiedag. Hallo. Hallo. Hoe gaat het, heren? Gezond mager zeggen we dan, hè. Ja, dat zeg ik ook erbij natuurlijk. Hey mannen, luister. Jullie zijn vandaag hier. Ik stel even een algemene vraag. Wat vinden jullie nou van de Wietpas? We gaan even hier staan, dat is handig. Tegen. Waarom? Nou, als we kijken naar de jeugd, als we niet Wietpas blijven hanteren, blijven bestaan, dan hebben we geen grip meer op de jeugd. Want de jeugd die komt dan te vroeg in aanraking met wiet of wiet in de illegaliteit. En dat is helemaal fout, dus dat moeten we niet willen. Maar toch niet alleen de jeugd, toch? Niet alleen de jeugd, maar het gaat erom dat we. Die wietpas die heeft een bepaald effect dat het juist niet wordt beheerst, maar dat het juist in die illegaliteit terugkomt. En dat is zo jammer, want dat willen we juist niet. We willen juist grip op deze verkoop en het gebruik van dit genot. Want laten we eerlijk zijn, we hebben Nederland zelf beschikkingsrecht. En dat betekent dat de staat niet bepaalt wat is nuttig. En daar zijn natuurlijk wel grenzen aan. Maar de grens, als je grens wordt overschreden, moet je als justitie optreden. Maar uiteindelijk, die wietpas, die heeft daar een verkeerde effect. Het gaat illegaliteit in en dat willen we niet. Het is wel een erge betutteling eigenlijk, hè? Extra. Vind je niet? Ja, nou, ik vind dat ten alle tijde de wietpas die nu is opgezet, die werkt op de verkeerde kant uit. Er is geen controle en dat kun je wel betutteling noemen, maar uiteindelijk willen we met z'n allen een goede samenleving. En we willen ook dat iedereen de ruimte krijgt om te recreëren, te nuttigen en dat bepaalt de staat niet. Ja, maar dat bedoel ik eigenlijk met betutteling, dat alles aan banden wordt gelegd. Ja, dat bepaalt de staat niet, dat moeten we zelf ook niet willen. En wat vindt u van de pas? Afschaffen dat ik niet. Ja, heel duidelijk. Helemaal goed, en u? Jouw doordring gevoerd mogen worden, dus we gaan nu alles aan doen om hem weg te krijgen. Er zijn toch heel veel partijen tegen? En dan zou je toch moeten denken van, nou, dan gaat het toch wel gebeuren en dan wordt hij straks toch wel, of niet? Nou ja, goed, hier vertegenwoordigen wij geen meerderheid met vier partijen, dus dat is het nadeel. Maar goed, we gaan binnenkort een discussie starten hier in de gemeenteraad en dan kunnen we kijken of we ook VVD en CDA en de lokale partijen kunnen overtuigen. En ik denk, als ze goed nadenken, dat het gaat lukken. En hoe gaan jullie de verkiezingen op dit moment? Ja goed, mijn partij, ik ben lid van de enige partij, die landelijke partij in Nederland die niet meedoet aan de verkiezingen, dus dat is ook leuk. Ah, komt dat? Ik ben lid van Trots op Nederland en ja goed, dat... moet nog een beetje gaan groeien. Nee, dat werkt allemaal niet meer, dus Hero Brinkman is voortaan de man en die steun je niet. Duidelijke taal. Goed mannen, ik heb even wat vragen aan jullie, ik heb ze op...